Ik ben Herman Jacobs van Herman Jacobs Design, een interieurontwerpbureau. Wij zijn gevestigd in Deventer en onze specialisatie is het inrichten van tandheelkunde. Tandheelkundepraktijken, parodontologie, dat soort praktijken. Ik heb drietal tips voor het inrichten van een tandartspraktijk. De eerste belangrijkste tip is: probeer een pand te vinden waar de routing optimaal is. En de routing optimaal bedoel ik mee korte routes voor de tandarts en de assistentes naar de sterie en naar de voorraadruimte, naar de technische ruimte. Maar en langere routes, in ieder geval gescheiden routes voor de patiënten. Die mogen best wel wat meer lopen. Het gaat erom dat die tandarts en die assistenten makkelijk overal moeten kunnen komen, ongezien als het kan. Dus ongezien koffie gaan drinken, ook als je even weg moet of je wil nog een boodschap doen, dat je niet door een volle wachtkamer hoeft te lopen. Dat is een belangrijke tip. De tweede belangrijke tip is daglichttoetreding. Het is heel belangrijk dat je je kamer zo situeert dat je voldoende daglicht naar binnen krijgt. Dat hoeft niet direct, dus we hoeven niet aan de pui te zitten, maar een gang, daar mag er best tussen zitten als er maar voldoende licht binnenkomt. Want je werkt daar de hele dag en misschien wel voor vele jaren. En dat betekent dat die ruimte optimaal moet zijn. Je moet kunnen zien wat voor weer het is. Anders zit je veel te veel opgesloten en het werkt alleen maar deprimerend. Derde tip is, probeer toch vooral een sfeer te creëren in de praktijk die huiselijk en warm overkomt. Niet te technisch, niet te wit. Want je moet je voorstellen, de patiënten die binnenkomen, die zijn vaak toch al nerveus, zenuwachtig. En het is prettig om dan in een warme, sfeervolle omgeving te komen die wel wat techniek moet uitstralen, want je moet er ook een goed gevoel bij krijgen natuurlijk. Het hoeft niet een tweede woonkamer te worden. Het gaat erom dat er een warme sfeer hangt. En dat kan je bereiken met natuurlijke materialen te gebruiken. Een mooie houten tafel met leuke, gezellige stoelen eromheen. Ook de nieuwste glossy weekbladen. En niet een oude Elsevier van 10 jaar oud. Probeer die sfeer optimaal vorm te geven, maar ook te bereiken door middel van andere attributen. Nou, wat een tandarts kan doen om meer te weten te komen over de praktijkinrichting is bijvoorbeeld het beursbezoek. Er zijn verschillende dentale beurzen, maar ook een mogelijkheid is: bezoek onze website. We hebben daar filmpjes op staan van de laatst ingerichte praktijken, plus veel fotomateriaal. En dat is echt geeft zoveel informatie dat je daarmee verder kan.